De kennis over hoe het lichaam op de meest fundamentele niveau werkt, neemt razendsnel toe. Dat niveau is het proteoom. De miljarden eiwitten waaruit onze lichaamcellen zijn opgebouwd. De wetenschap is voor het eerst in staat om het lichaam in principe elke mogelijke proteïne te laten produceren die het wil. Bevinden we ons op de drempel van een nieuw tijdperk nu de eiwitcode gekraakt is. We gaan vanavond in gesprek over het uitstellen van ouderdom, kunstmatige intelligentie, gepersonaliseerde medicatie en preventieve geneeskunde. Welkom allemaal bij de Tegenlicht Meetup Medicijnen van Morgen. Het komend uur gaan we met filmmaker en sprekers in gesprek aan de hand van fragmenten uit de gelijknamige documentaire Medicijnen van Morgen, die afgelopen zondag op televisie te zien was. Daarnaast bieden we ook ons publiek de mogelijkheid om zich in het gesprek te mengen. Dat geldt zowel voor het publiek hier in de zaal als voor het publiek thuis. En dat kan gedurende dit eerste uur waarin we de livecast opname doen, kan dat via menti.com. Als je inlogt op menti.com met de code 2191-9261. Hij komt ook in beeld. Dan kom je in een omgeving waarin je vragen of opmerkingen kan stellen. Doe dat vooral. Dat wordt naar mij gestuurd. Ik neem het mee in het gesprek wanneer ik kan. En voeg ook even je naam en de naam van de persoon aan wie je die vraag stelt toe. Dan kan ik je vraag zo gericht mogelijk het gesprek inbrengen. En aan het eind van deze livecast gaan de camera's uit. Maar dan gaan wij hier in de zaal nog even door voor de mensen die hier gewoon fysiek aanwezig zijn. Dan gaan we nog het gesprek aan met elkaar hier in de zaal. Dus mocht je dat ook willen, kom vooral naar Pakhuis toe volgende keer. Goed, we gaan van start en traditiegetrouw doen we dat met de filmmaker. Ja. Deze keer is dat Rob van Hattem. Maar voordat we echt met jou gaan beginnen te praten, Rob, gaan we eerst even in het avontuur van deze film duiken die jij hebt gemaakt. En aan het woord is in dit eerste fragment hoogleraar moleculaire celbiologie en bioinformaticus John Mould. Die uitlegt welke rol artificial intelligence heeft gespeeld in het ontketenen van deze eiwitrevolutie. So then you have artificial intelligence solving this problem. Was it a shock to you? Or it was a big shock because having seen many, many different methods tried and tried a lot myself and appreciated then how difficult it is and the problem really be solved at the atomic level was just an extraordinary thing. And of course demonstrates the power of this particular sort of AI approach. How can you apply this knowledge? Well, in many different ways. I think that the fundamental biology is going to expand very rapidly because of this ability to calculate what proteins look like and how they interact. How they interact, we're still working on, but it's almost certainly going to be the next stage in this. So then in, let's say, humans, there are 25,000 proteins, each of which interact with probably 10 other proteins. We know very little about those interactions. If we can now find those interactions, we'll be able to understand much, much better how we actually work. And if we understand how we work, we can understand how to fix us when we're broken with a disease of some sort. If I can understand what the proteins look like, if I can understand how they interact, then I can begin to design new therapies. And the therapies themselves sometimes will be based on new proteins which are designed using the same sort of AI technology. Zitten we dan? Ja. Dat is je bent echt wel even in iets gedoken. In een hele andere wereld, ja. Echt de wereld van de proteïnes, ja. 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 Hoe was dat? Jij maakt best wel veel afleveringen die met wetenschap te maken, veel films hè, die met wetenschap te maken hebben. Ja. Ik weet dat je dit soort onderwerpen heel erg interessant vindt. Mm-hmm. Maar dit is wel heel bijzonder, precies. Wil je eigenlijk zeggen. Nou ja, zeg maar, ik ben vooral benieuwd. Hoe bekend was jij al met het thema van eiwitten? Nou, ik was zelf ook niet heel bekend met het thema van eiwitten. Dus het is natuurlijk dat er wel medicijnen zijn die gebaseerd zijn op eiwitten. Mm. De monoclonale antilichamen en insuline eigenlijk. Dus er zijn wel medicijnen op eiwitten. Dit begon eigenlijk als volgt. Ik werd gevraagd door de tegenredactie van wil jij eens kijken naar de toekomst van de geneeskunde? Nou, dat is natuurlijk een enorm breed onderwerp. Ja.
onderwerp. En dat was eigenlijk op het moment dat dat mRNA-vaccin op de markt kwam. Toen dacht ik, ah, dat is eigenlijk interessant. Dat mRNA-vaccin maakt een eiwit in je lichaam. Of zorgt, draagt de code over in je lichaam. Die dan vervolgens dat eiwit gaat maken. Mm-hmm. Werd in dit geval toegepast voor het coronavirus. Mijn broer die heeft kanker. Dat is al heel naar. En die is eigenlijk langzaam maar zeker uitbehandeld. En ik zat een soort in mijn hoofd met... kan je zo'n vaccin dan, of zo'n vector, om het zo eens te noemen... dat je het lichaam inbrengt, kan die dan ook eiwitten maken... die bijvoorbeeld die kanker zouden kunnen aanpakken? Nou, dat was een soort gedachte bij mij. Toen ging ik daar een beetje in spitten. Toen kwam ik vervolgens een verhaal tegen over John Moll... die een wedstrijd had bedacht... Deze zelf, John Moltz. Ja. En die, dat vond ik fascinerend. En ik zag ook dat Google DeepMind, AlphaFold inmiddels. DeepMind is het zeg maar project waarmee de beste Go-speler in de wereld ooit, AlphaGo heette het geloof ik, verslagen is. En ze hadden dus dit opgepakt en hadden in november van vorig jaar, hadden zij voor het eerst een oplossing gevonden. Tenminste, dat kunstmatige intelligentieprogramma. Toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel heel fascinerend. Want het betekent dat dat hele eiwitveld... wat natuurlijk sowieso, hè, dat medicijn, dat mRNA-vaccin... hadden we eigenlijk, laten we zeggen, 10 jaar geleden... zeker niet kunnen maken. 5 jaar waarschijnlijk ook niet. En nu opeens wel. Nou, er zitten allemaal oorzaken aan. Dus ik dacht, ik ga hier eens induiken. Nou ja, dan kom je opeens in een wereld. Ja. Ja. Ik was wel bekend met de bijzondere animaties die in deze film zitten. Dat zijn animaties die eigenlijk ook al best wel een tijd geleden gemaakt zijn. Echt gebaseerd op de wetenschappelijke kennis die wij nu hebben. Dat zijn deze animaties. Ja, we hebben er een paar nog Deze is van Drew Barry is een hele gedreven animator die zelf wetenschappelijk geschoold is... en eigenlijk alle wetenschappelijke publicaties napluist... als hij een animatie gaat maken. En het mooie is dat hij die dan vervolgens gratis aanbiedt... aan iedereen die het wil laten zien. Ja. Dus ook op televisie. Nou ja, en hij maakt een soort wereld dat je... Ik bedoel, ik had zelf eiwitten doen zoveel meer dan wat ik ooit dacht. Ja, ja. Mijn beeldvorming over eiwitten was echt zeer beperkt. Maar het feit dat ze op die manier in onze cellen bezig zijn en zich bewegen... Ik was wel in vlagen heel erg flabberkast. Nou ja, ik eigenlijk ook. Ik bedoel, dit is natuurlijk een extreem vertraagde opname. Want in de werkelijkheid zijn het totaal hele zenuwachtige elementen. Maar ze gedragen zich wel als een soort micro-robots, nanorobots of moleculaire robots eigenlijk. Op deze manier. Dus en je denkt haast bijna, blijkbaar heeft de natuur het lopen ook uitgevonden... Op moleculaire schaal. Dus dat vind ik heel fascinerend. En het is natuurlijk... Je gelooft het bijna niet. Je gelooft eigenlijk bijna niet dat dat zo gaat. Nee. Je kan straks aan Albert Hek vragen of het echt is. Is het echt zo? Maar deze voorstellingen maken het wel mogelijk om in ieder geval te denken... wow, er speelt zich dus in jouw lichaam constant processen af op eiwitniveau, die gewoon, het zijn de werkpaarden van jouw lichaam. Precies. Eigenlijk ben je gewoon een eiwitmachine. Want wat doen eiwitten nou voor ons? Alles. Alles? Ja, eigenlijk simpel gezegd, zonder eiwitten besta je gewoon niet. Dan houdt het gewoon op. Ja. Want die eiwitten werken constant met elkaar samen, interacteren, zorgen dat jouw spieren bewegen, zorgen dat eigenlijk alles in jouw lichaam het doet. Om het zo maar eens te noemen. Ja. Dus zonder die eiwitten ben je gewoon nergens. Besta je gewoon niet, eigenlijk. Hey, en je vertelde het al heel even over AlphaFold en Google. Maar wat is nou eigenlijk de code die ze gekraakt hebben? Wat was het probleem wat we niet wisten? Nou, het probleem is, we weten eigenlijk de genetische code. Dus die eigenlijk in de kern ligt opgeslagen van een cel. Die genetische code die is eigenlijk de code om uiteindelijk eiwitten te maken. Ja. Dus die genen die erin zitten, die zorgen ervoor dat er eiwitten in het lichaam... dat er allerlei processen plaatsvinden, maar vooral eiwitten gemaakt worden... Eigenlijk worden die genetische code wordt een beetje uit elkaar gehaald. Dan hou je 1 strengetje over. Dan gaat er buiten de celkern. Mm-hmm. En buiten die celkern wordt het vervolgens die code omgezet in eiwitten. Ja. Dat gebeurt door ribosomen. Maar dat is dus eigenlijk een soort machientje wat ervoor zorgt dat die eiwitten gaat synthetiseren op basis van de code die geleverd wordt op de cel. Dus door het DNA. Ja, het is een beetje alsof je de brief overhandigt. Ja, precies. En zegt van hier, maak dit even. Nou, dat was wel bekend. Maar hoe dat eiwit er dan uitkomt en vervolgens
in 3D opgebouwd is. Dat wisten we eigenlijk niet, konden we ook niet berekenen. Ja. En het is wel van belang, want wil je die eiwitten begrijpen, dan is het een soort, ja, die eiwitten zijn een soort driedimensionale vorm, een soort slot waar een driedimensionale sleutel in moet passen om werkend te worden. Mm-hmm. Nou, als je dus wil weten hoe die werkt, dan moet je dus de structuur, dat slot kennen, om te weten welke sleutel erop past, om het zo maar eens te noemen. Ja, hoe die zich vormt, hoe die vouwt. Maar die vorm die is zo complex, moleculair, dat we eigenlijk niet goed, en dat wilde John Mould precies hebben. Hij zei, kunnen we dat berekenen? Nou, toen is hij in 94 een wedstrijd begonnen. Ja, hij is notabene een wedstrijd gestart. Ja, echt een wedstrijd, een wetenschappelijke wedstrijd. Ja. Dus is, elke keer bood hij dan vervolgens een code aan zeg maar, zijn, ja, degene die wedstrijd wilde doen. Bood hij de code aan en zei, nou, kan jij berekenen? Zij hadden het al zeg maar, experimenteel bepaald. Kunnen jullie nu berekenen hoe dat eiwit eruit ziet? Ja. Nou, dat lukte gewoon niet. Simpel was dat. Dat lukte gewoon niet. Nou, of heel beperkt. Maar het lukte de mens niet? Nee. En het lukte de wetenschap niet om dat in kaart te brengen? Nee, niet echt. En totdat op een gegeven moment men de hulp ingeroepen heeft van DeepMind. En dus is gaan kijken, en er is een heel team van DeepMind op gaan zitten om dat te doen. En toen november vorig jaar, toen kwam de uitkomst. En nou ja, dat zit ook in de film. Toen, toen opeens bleek dat ze van 1-2 eiwitten in ieder geval 90% zeg maar, goed voorspeld hadden. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk al. En toen bleek opeens, hadden we die film gemaakt. En wij dachten, nou, dat is mooi om te melden. Die lag zeg maar zo'n beetje in augustus eigenlijk al een beetje op de plank. En toen opeens bleek dat Google niet één eiwit had, of DeepMind niet één eiwit had doorgegeven, maar 360.000 opeens online gezet had. En eigenlijk van plan was om alle eiwitten die we maar kennen aan het eind van dit jaar gewoon kant-en-klaar in een database te en hebben. En open source. In hun stuk open source. Ja. Dus dat was eigenlijk heel bijzonder. Dat wij hebben toen ook het programma nog moeten veranderen. Omdat we in eerste instantie een beetje. Nou ja, we waren een beetje wantrouwend. Ook naar Google, zoals iedereen een beetje is. Van ja, het is een grote onderneming. En die zal wel redenen hebben om dit te doen. En dan gaan ze er lekker geld voor vragen. Ik bedoel, dat is een beetje gezonde achterdocht, zullen we zeggen. Maar toen bleek dat ze dus gewoon dat volledig open source online gingen zetten. En dat had ook mee te maken, begreep ik van Albert dan weer, dat al die dingen open source zijn. Dus ze moeten wel, want ze krijgen de data natuurlijk uit die open source databases allemaal. Dus ze hebben dit gewoon helemaal vrijgegeven aan de wetenschap. Ook aan jou. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik er zelf doorheen loop, kan ik niet veel brood maken. Albert Hek wel en de wetenschappers wel. En die kunnen daarmee aan de slag om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. Tests ontwikkelen. Nou ja, en alles wat we ons misschien nu nog niet eens kunnen voorstellen. Ja. Immer, en Rob, je zegt, je geeft aan, als ik er zelf naar ga kijken, dan kom ik er nog steeds niet helemaal uit. Maar voor mij was het de eerste keer dat ik op die manier een visualisatie zag van wat er eigenlijk in mijn cellen gebeurt. Ik denk dat jouw film daar ook wat dat betreft weer een heleboel mensen een nieuw inzicht heeft gegeven in. Nou ja, dat er gewoon de hele tijd door in je hele lichaam heel erg veel gebeurt op hele grote snelheid. Wat is wat jou betreft het belang van het meer inzichtbaar maken van dit soort wetenschappelijke kennis? Nou ja, kijk, ik vind altijd belangrijk dat wij snappen waar de wetenschappers om ons heen mee bezig zijn. Ik wil, het is niet dat ze zomaar wat aanrommelen om te denken van nou, ik ga eens even lekker dit onderzoeken. Nee, er zit een richting in en die richting is de afgelopen decennia geweest van, we begrijpen de genetische code, we snappen die eiwitten een beetje. We kijken hoe we medicijnen en de geneeskunde eigenlijk kunnen verbeteren, wat we daarmee kunnen doen. En vervolgens zie je dat die kennis zich opstapelt. Nou, dat is mooi voor de wetenschap, maar ook mooi voor de mensheid. En ik vind dat je als burger ook van die kennis, dat je daar kennis van moet nemen, om het zo maar eens te noemen. En dat betekent niet dat je alles moet begrijpen. Dat je het precies tot op niveau, want dat zijn die wetenschappers heel goed aan doen. Maar ik vind wel dat je het moet weten dat dit soort ontwikkelingen plaatsvinden. Ja. En dat is ook alleen al, ik bedoel, weet je, iedereen doet zo ingewikkeld over het mRNA-vaccin, dit en dat, al nieuwe technologie. Dat is ook waar. Dan mag je ook best kritisch zijn van weten we wel of het goed werkt of niet. Ja. Maar het is wel heel, heel, heel bijzonder, vind ik, dat we in staat zijn om dat soort dingen te doen. Ja. Bijvoorbeeld, dat is echt. Ik vond het tamelijk bizar dat mRNA-vaccin, dus de code uit die code, toen wij eenmaal de code van het coronavaccin kenden, of van het coronavirus kenden. Ja.
dat vervolgens dat ze daar echt binnen 48 uur hadden ze dat spike eiwit zeg maar ongeveer in dat systeem zitten. Moest allemaal nog getest worden, allemaal nog doorontwikkeld. Maar binnen een jaar hebben we dus dat vaccin op de markt. Nou, dat is een bewijs van de toegenomen kennis die we hebben opgedaan. Ik denk dat het belangrijk is dat we daar kennis van nemen. Dat je niet altijd maar denkt, oh, het staat op een afstand van me. Ik weet niet waar het over gaat en ik laat het over me heen komen. Ja. Je bent hier ingedoken. Is er een bepaald element van dit verhaal waarvan je denkt, nou, dat gaat er nu, als dat eenmaal gaat lukken of dat gaat er aankomen, nou, dan is de revolutie echt compleet. Is er een soort van nog een stukje waar we naar uit kunnen kijken? Nou, jawel, natuurlijk, want wat zij gedaan hebben is de enkele eiwitten in kaart gebracht, dus die structuur bedacht. Maar die eiwitten die doen van alles met elkaar samen. Die werken met elkaar samen. Dus je zou bijna willen zien hoe bepaalde eiwitten in het lichaam. In het lichaam is het een constante samenwerking van allemaal verschillende eiwitten met elkaar. Ja, dat is een netwerk van dingen. Ja, dat wil je natuurlijk eigenlijk dan ook weten op een gegeven moment. Hoe werken al die eiwitten samen en kan je dat ook in kaart brengen? Nou, dat is gedeeltelijk al een beetje in kaart gebracht. Ja. Je wil natuurlijk veel meer. We willen altijd veel meer natuurlijk in de wetenschap. We willen het eigenlijk helemaal totaal doorgronden. Ja. Als dat al kan. Want die interacties die zijn zo complex, omdat ze ook niet altijd hetzelfde zijn. En, nou ja, dus er valt nog heel veel te bedenken, zeg maar, wat we gewoon nog niet weten. Dus voorlopig zijn we nog niet uitgedacht en nog niet uitgemeten en nog niet ontwikkeld. Maar denk je, komt er een vervolg op deze aflevering? Ben je dingen tegengekomen dat je dacht, ja, dat weet wel ik meer. Niet. Nou, wat ik wel bijzonder vind, ik begon dus met die vraag over dat kan je dan bijvoorbeeld met dat mRNA, met die mRNA-technologie, kan je dan bijvoorbeeld medicijnen tegen kanker bedenken? Nou, het fascinerende was dat BioNTech, daar kwam ik achter, omdat voor mijn broer was het helaas te laat, maar die waren een maand geleden begonnen met een trial. Met gewoon precies die technologie om kankercellen aan te pakken. Ja. Dus dat gaat bijna sneller dan je kan bedenken ongeveer. Ja, je bent echt achter de ontwikkelingen aan aan het jagen. Ja. Mooi, dank Rob. We zien je straks bij het nagesprek nog terug. We gaan even dieper aan de slag met het mooie materiaal dat je voor ons gecreëerd hebt. Dus dank je wel. Het tweede fragment waar we naar gaan kijken. Daar is een spreker aan het woord die straks ook bij ons hier in de studio zit. Albert Hek. En die geeft ons een inkijkje op de mogelijkheden die deze eiwitrevolutie ons biedt. Als je dat vertaalt naar de gezondheidszorg. Wij kunnen bijvoorbeeld ik denk dat dat vrij spoedig kan, zou je bijna elke dag één druppeltje bloed van iemand kunnen nemen of wat urine van iemand kunnen nemen. En dan zou je eigenlijk een flink aantal testen op kunnen loslaten om te kijken of zo iemand gezond is. Je kan natuurlijk altijd aan een patiënt vragen, ben je gezond? Maar je kan ook elke keer als iemand naar de wc is, en dat soort dingen bestaan al hoor. Er bestaan al testtoiletten waar gewoon urine van elke persoon die daar komt even gemeten wordt. Nou, wil je dat? Het is een grote vraag. Nou, ik denk dat je dat wel wil als je zeg maar een bepaald geneesmiddel krijgt. Of dat geneesmiddel aanslaat, dat kunnen wij met onze eiwitkennis, kunnen we dat heel vaak al na een dag of twee dagen kunnen we dat heel snel meten. En dan kan een dokter zeggen, goh, nee, misschien moet de dosis twee keer verhoogd worden. Of misschien moet de dosis twee keer verlaagd worden. Of deze persoon krijgt flinke bijwerking van dit geneesmiddel, we moeten acuut stoppen. Nou, dat soort tests zou ik geweldig vinden, want wij testen nu geneesmiddelen op tienduizenden mensen. En dan zeggen we, oh, gemiddeld denken we dat dit de dosering is. Maar we weten dat elk mens anders is en we weten gewoon dat zo'n dosering echt wel een factor 10 tot 100 kan verschillen afhankelijk van welke persoon het geneesmiddel krijgt. Nou, als je dat heel snel kan meten, dan denk ik dat er geen mens is die zegt, goh, dat zouden we niet willen weten, want dan krijg je tenminste de dosering die op jou gericht is. Bij mij aangeschoven. Nou, Albert Hek, nu aan iedereen bekend. Fijn dat je er bent. Eline Bunnik en via Zoom is ook Suzanne Baars bij ons. Hi Suzanne, fijn dat je er bent.
Ik kom zo bij je. Maar ik begin natuurlijk even bij jou, Albert. Het is altijd mooi als we iemand uit de aflevering ook hier bij de meetup hebben om nog dieper op het materiaal in te kunnen gaan. Misschien nog heel even kort voor de mensen die de gehele film nog niet hebben gezien. Je bent hoogleraar scheikunde en farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Wetenschappelijk directeur van het Netherlands Proteomics Center en oprichter van het HackLab. En nou, die laatste rol is met name de rol waarmee je ook in tegenlicht aan het woord komt. Sterker nog, je laat ons het HackLab ook helemaal zien. Maar voor de mensen die de film nog niet kennen en daarmee misschien het HackLab dus nog niet kennen, kan je heel kort toelichting geven wat het HackLab precies is. Ja, wij houden ons vooral bezig om te kijken wat voor eiwitten waar zitten. En Rob die heeft het al heel mooi verteld. En ik zou hem zo in willen huren om bij ons studenten te gaan werven, denk ik. Maar kijk, de vraag die je ook kan stellen van, we hebben allemaal cellen in ons lichaam, een hersencel, een longcel. Daar zit precies hetzelfde DNA in. Dus wat maakt nu een hersencel, wat maakt nu een longcel, wat maakt nu een huidcel? Hmm. Nou, dat is dat DNA maakt eiwitten, maar in de hersencel maakt hij alleen maar eiwitten die voor de hersenen belangrijk zijn. In een longcel maakt hij de eiwitten die voor een longcel belangrijk zijn. En mijn lab en mijn mensen, wij kijken heel goed naar welke eiwitten zitten nou precies in welke cellen, maar bijvoorbeeld ook welke eiwitten zitten in bloed, welke eiwitten zitten in urine. Nou ja, in bloed is zeg maar heel belangrijk, want bloed gaat je hele lichaam door. En ja, als er ergens in je lichaam iets misgaat, als er bijvoorbeeld een longschade is, ja, dan komen de eiwitten van de long komen in het bloed terecht. En dat kunnen wij dan eventueel opsporen. Ja, en dan dat kan wordt gesignaleerd. Dan kan je signaleren en dan kan je dus ja, daarmee een diagnose stellen. En soms al eerder dan dat zich op een andere manier ervaart. Dus, maar ja, ik ben wel een erge techneut. Hè. Dit gebeurt met technieken. En eigenlijk is waar ik het meest trots op ben, is dat wij die apparaten om dit te kunnen meten, die worden allemaal steeds beter. En Rob zegt, nou, er is nu de eiwitrevolutie. Ja. Nou ben ik heel Vind blij. Vind jij het echt een echte revolutie? Ja, kijk, ja, aan de andere kant, ik ben er zelf al 20 jaar mee bezig. Mm-hmm. Dus dan denk je, oh, wat heb ik dan die afgelopen 20 jaar gedaan? En de opbouw van de revolutie natuurlijk. Ja, en kijk, het is echt zo dat 5 jaar geleden of 10 jaar geleden stonden wij, ja, we hebben er 1000. En nu zeggen we, oh, 1000, dat doen we even in 5 seconden. Laten we even verder gaan of zo. Dus wij zien, maar als je, kijk, je ziet de revolutie pas echt als je een tijdje niet gezien hebt, zeg maar. Dus wij hebben dat langzaam zo zien groeien. Ja. En het is al een revolutie. En vooral met wat er nu allemaal mogelijk wordt. Maar ik bedoel, het zou voor jou toch ook wel een verrassing zijn geweest dat zo'n AlphaFold DeepMind approach opeens inderdaad van 1000 een kleinigheidje maakt. Ja, nee, dat is voor ons allemaal als een verrassing gekomen. Ja. Ook omdat, zoals John Molt het ook zegt, we weten allemaal hoe lastig dat is en hoe moeilijk het is. Aan de andere kant wisten we ook wel dat er bepaalde regels waren. Maar hoe we die precies moesten doorgronden, ja, daar heb je dan blijkbaar toch die artificial intelligence voor nodig om dat echt te achterhalen. En ja, wij zien bijvoorbeeld, dat heeft Rob ook verteld, je hebt al een gensequentie, je hebt ook een eiwitsequentie. En dan lijkt het dat je moet kunnen zeggen, god, dit wordt de structuur. Maar dan zie je toch dat de natuur ook op een hele andere manier dezelfde structuur kan maken. En dat zie je dan als mens niet. En dat vind ik ook wel het geraffineerde aan dit hele voorspellen van die structuren. Dat er nu ineens twee dingen heel erg op elkaar lijken. Maar het zijn zeg maar allebei, het is bijna zo dat de een is in het Chinees geschreven en de ander is in het Nederlands geschreven. Maar het blijkt allebei de handleiding voor een auto te zijn of zo. En die overeenkomsten, dat die nu zichtbaar zijn tussen al die eiwitstructuren. En dat je nu ziet van, oh, dit eiwit in die bacterie, oh, dat doet misschien wel hetzelfde als dit eiwit in onze hersencel of zo. En die links ga je nu leggen doordat je veel meer kennis over die structuren hebt. Ja. En is jouw werk nu in een soort stroomversnelling gekomen sinds deze doorbraak? Nou, of niet per se. Het helpt ons wel ontzettend. En ook in al het is die allemaal open source, dus je hebt toegang tot. Ja, maar kijk, Rob zei het ook, die structuren zijn ontzettend belangrijk voor ons. En zelfs die animaties, om maar de ene die jullie het meest laten zien, dat zo'n motortje over. Zo'n lopende, ja. Ja, maar dan denk je, goh, stel dat je dat niet wil. Hè, dat motortje is iets aan het vervoeren in de cel. En stel dat je zegt, nou, dat is slecht, daar wordt iemand ziek van. Dan kan je, als je die structuren kent, kan je zeg maar, als je in die animatie wil blijven, kan je zeggen, god, misschien kan ik wel een gat in die weg maken.
Of kan ik een blokkade opwerpen op die weg? Maar dan moet je wel precies weten hoe die weg eruit ziet. En die weg, dat zijn ook allemaal eiwitten. Dus door die structuur te kennen, kunnen wij ook gaan nadenken, oh, hoe kunnen we zo'n proces stimuleren of hoe kunnen we zo'n proces gaan blokkeren? En daarvoor moeten we wel die structuur heel goed kennen, omdat het inderdaad zo'n soort sleutel-sleutelgat idee is. En in op dat opzicht, dat wisten we allemaal wel, maar dat dat nu van al die eiwitten ineens zichtbaar is, ja, dat geeft ons enorm veel nieuwe mogelijkheden. Ja. Spannend. Ik vind het echt wel, waar gaat dit allemaal naartoe? Suzanne, ik haal jou er even bij. Suzanne Baars, je bent Senior Global Thought Leader for Expanding Precision Medicine bij Siemens Healthineers. Echt al een hele mond vol en ik ben nog niet eens klaar. Want je bent ook een oprichter en de CEO van de onderneming Social Genomics Moonshot en van de Human Genome Foundation. In andere woorden, jij hebt je juist heel erg op DNA gefocust. En ik ben heel erg benieuwd in hoeverre eiwitten daar al een rol in jouw werk speelden. Dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Op welke manier zijn eiwitten voor jou een heel nieuw element in het werk dat je doet? Of niet per se? Ja, hele goede vraag. En hoi allemaal. En sowieso hartstikke blij dat ik er op deze manier toch bij kan zijn. Zeker. Dan zien we wat technologie kan doen. Dat is natuurlijk ook de technologie waar we nu over praten, die het mogelijk maakt om deze kennis van science ook daarvan te leren en te zien hoe dat in het lichaam zit. Maar natuurlijk ook de translatieslag te maken naar het zorgsysteem. En wat kunnen we daar dan mee doen voor preventie en het verbeteren van toegang en het vinden van meer cures. Om direct in te gaan op jouw vraag. Kijk, eigenlijk alles waar ik me mee bezighoud en hield, is hoe kunnen we het global access to healthcare probleem oplossen? Ja, als je kijkt, we hebben natuurlijk de helft van de wereldpopulatie die geen toegang tot zorg heeft. En de andere helft in de meer wealthy nations is ook algemeen bekend dat de mensen vaak niet toegang hebben tot de zorg die ze echt nodig hebben op het moment dat ze het nodig hebben. Nou, en wat ik nou zo mooi vind van deze revolutie, maar ook terugkijkend op het werk waar ik me mee bezighoud, is het vooral hoe kunnen we kennis uit de science gebruiken samen met technologieën om dat dus te zorgen dat we die toegang kunnen verbeteren. En dat we dus patiënten toegang kunnen geven tot de juiste zorg die ze nodig hebben. Om terug te blikken, ik ben ooit afgestudeerd als biomedisch wetenschapper. Mm-hmm. Fundamenteel research opgezet op Harvard naar reprogrammering van cellen. En een van de problemen die ik daar tegenkwam was hoe moeilijk het is om toegang te krijgen tot genoeg data. En die data, zoals hier ook naar voren komt, is nodig om patronen te kunnen zien, maar we vervolgens weer kunnen ontdekken van, oké, hoe werkt dit dan precies? En waarom reageert de ene patiënt zo en de andere op deze manier? En of dat dan op DNA-niveau is, of genomics, of proteomics. Proteomics is eigenlijk weer de verdiepende laag op de genomics. En dat was natuurlijk ook de revolutie met het lezen van de eerste DNA-sequence van de mens met de Human Genome Project. En eigenlijk kun je deze revolutie op eenzelfde manier zien. Als je ook kijkt naar de tijdspannen die dat heeft en waar we nu staan. Dus dit is een verdieping erop. En precies, dus het is een toevoeging, een verlengstuk eigenlijk van het werk waar je al mee bezig was. Ja, en zonder kennis over DNA zouden we natuurlijk ook niet nu op dit punt staan met de kennis over de eiwitten. Dus zeg maar, het een leidt weer tot het ander. Maar wat belangrijk is science gaat ontzettend snel vooruit. Ja. Maar het is natuurlijk ook vooral de vraag, hoe krijgen we die nieuwe ontdekkingen bij de patiënt? En daar zitten natuurlijk heel veel lagen tussen. Dat heeft ook weer te maken natuurlijk met in het begin de productie ervan, de kosten die dat in beslag neemt, de mankracht. En op een gegeven moment, hoe meer we weten, hoe meer we kunnen digitaliseren, automatiseren, de kosten gaan omlaag. En dan kunnen we het toegankelijker maken voor steeds meer mensen, voor steeds meer patiënten en ziekenhuizen. En wat dan zeg maar het speelveld is natuurlijk te kijken van wat kunnen we op dit moment
met wat er bekend is. Mm-hmm. Nou, als je kijkt naar de afgelopen 5 tot 10 jaar... ziektes met een genmutatie die veroorzaakt worden door een genmutatie, dus door kennis uit het DNA, leerden we meer over die ziektes en konden we daar dus weer specifieke therapieën voor gaan uitvinden. En dat kan nu met eiwitten eigenlijk ook. Dat als je die eiwitten beter in kaart hebt, kan je ook weer tot betere therapieën of behandelingen of medicatie komen. Ja, plus we waren er natuurlijk nog niet. Dus elke keer kunnen we steeds weer meer en steeds meer mensen helpen. Alleen het is natuurlijk veel complexer en holistischer dan we eigenlijk altijd denken het te weten, zeg maar. Dus en Suzanne en Siemens Healthineers, wat doet dat dan precies? Wat voor een organisatie is dat? Dat is de global leader in medtech technologie voor precision medicine. Dus dat is van hoe kunnen we slimme technologie ontwikkelen om toegang tot geavanceerde zorg te verbeteren. Dus dat is heel erg bezighouden, sowieso in de oncologie. Maar ook met hart- en vaatziektes en andere ziektes. En dan voornamelijk dus kijken van oké, hoe kunnen we dus door middel van technologie het pad naar de juiste behandeling versnellen, de toegang voor patiënten verbeteren. Hoe kunnen we het helemaal personalificeren door het gebruik van AI? Dus bijvoorbeeld door bij een kankerpatiënt artsen te empoweren om op basis van de data van de individuele patiënt en de individuele tumor te gaan kijken, samen met die artificial intelligence, van wat vinden we daar, om op basis daarvan tot de juiste diagnose te komen op de specifieke tumor. Ja, de personalized medicine. Ja, maar dus ook die behandeling. En dat komt hier dus ook weer terug met die proteomics. Dat je gaat kijken van, nou, nu geef je bijvoorbeeld heel veel kankerpatiënten toegang tot radiation therapy. En in de toekomst gaan we kijken van, hoe kunnen we dat steeds gerichter maken. Zodat je gaat kijken naar toxiciteit. En dan moet je op individueel profiel van de patiënt zien, hoe gaat deze patiënt reageren op het medicijn? We komen daar zo nog even op terug, Suzanne. Want ik wil eerst nog even naar Eline gaan, voordat we helemaal in de diepte duiken. Want Eline Bunnik, je bent universitair docent de afdeling medische ethiek, filosofie en geschiedenis van de geneeskunde aan de Erasmus Universiteit. Jij kijkt door een andere bril, denk ik, naar deze materie. Een ethische, filosofische bril. Op welke manier kijk jij nou naar deze ontwikkeling? Wat valt jou daarin op? Nou, ik vind het in eerste instantie natuurlijk fascinerend. Mm-hmm. Die beelden van die cel en wat er allemaal, terwijl wij hier gewoon rustig zitten, wat er allemaal op zo'n grote snelheid door je lichaam heen gaat. En ik vind het heel interessant dat op het gebied van fundamentele wetenschap worden hier natuurlijk enorme stappen gezet. En ik vanuit de medische ethiek aan het Erasmus MC ben dan eigenlijk altijd een beetje aan het kijken van, hoe gaan we nou die techniek gebruiken, of deze technologie gebruiken, hoe gaan we hem inzetten? Ja. En dat kan in de zorg, en we horen nog van Suzanne voorbeelden daarvan. Maar dat kan ook veel breder. In jouw voorbeeld van bijvoorbeeld een toiletpot die dan in urine bepaalde eiwitten meet en dan misschien niet eens alleen maar gebruikt kan worden voor het monitoren van de effecten van een behandeling, maar zelfs ook misschien wel preventief, risicovoorspellend. Ja. Dat vind ik allemaal wel hele interessante ontwikkelingen. Ja. Maar dan kijk ik dus meer een beetje naar de toepassingen. En als we het dan over medicijnen hebben, en als ik Suzanne's verhaal hoor, dan hebben we het ook heel veel over toegang. En ik vind dat wel iets wat mij zorgen baart, en ook waar mijn onderzoek wel voor een deel over gaat, is dat die personalized medicine, die precision medicine, die zorgt ervoor dat we eigenlijk dus behandelingen heel erg afstemmen op biomarkers, eiwitten, genetische markers. En eigenlijk steeds persoonlijker, steeds gerichter maken. Dat is mooi, want dan ben je eigenlijk veel fijner aan het schieten en veel effectiever bezig. En misschien is de kans op bijwerken dan ook veel kleiner. Ja, dus want veel van de medicatie die nu wordt gebruikt is helemaal niet op die manier, heeft niet altijd hetzelfde effect op de persoon. In de aflevering kwam langs 40%, geloof ik. Wat maar het is ook bijna, ik vind het een hele relevante discussie, maar je kan het ook andersom stellen. Er zijn nu supergoede geneesmiddelen. Mm-hmm. En die worden op 100.000 mensen getest. En dan 5 mensen werkt het helemaal niet en ze gaan eraan dood.
dan verdwijnt zo'n geneesmiddel helemaal van de markt. En heeft zo'n maatschappij of zo'n bedrijf heeft daar miljarden in gestopt. Mm-hmm. Maar omdat het bij die 5 mensen niet werkt en zelfs dat ze eraan overlijden, ja, krijg je een schandaal en gaat zo'n geneesmiddel van de markt af. En dan denk ik van ja, als we nou wel konden weten welke 5 mensen dit waren, dan hadden we weer een fantastisch nieuw geneesmiddel erbij, wat nu niet de kans krijgt om ons verder te helpen. Ja. Dus ik ben het helemaal eens met wat je zegt. Maar het is ook wel zo van ja, als we beter. En kijk, personalized medicine, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Maar we doen nu ook wel, kan je zeggen, op een hele domme manier geven we geneesmiddelen. Iedereen krijgt. Ja, het heet in het veld, als het een blockbuster is, dan gebruiken we het. En dat betekent dat hij bij iedereen wel iets goeds doet. Ja. En dus er is ook nog een hele slag te slaan in drugs. Precies. Smarter maken. Ja. En daar maar wil daar, ik deze daar technieken wou ik ook even voor, op ja. aanhaken. Dus zeg maar hoe we het nu doen, is het ook niet goed. Maar jij zegt, als je het heel specifiek gaat maken, nou ja, dan maak ik me zorgen. Heb je daar dus inderdaad, kun je daar enorm veel meer voordeel mee behalen. Het probleem is wel op dit moment dat die behandelingen vaak best wel heel duur zijn nog. Als het op een persoon wordt ingericht? Ja, en dat heeft ook wel een beetje te maken met de manier waarop we inderdaad medicijnen ontwikkelen. Mm-hmm. Dus als wij een medicijn hebben dat voor een hele grote groep mensen een positief effect heeft, dan kun je dat ook aan een hele grote groep mensen verkopen. Ja. En hoe gerichter, hoe meer. Nou, jij zegt het, dat is eigenlijk een beetje ideaal personaliseren. Maar je kunt wel preciseren, je kunt het wel specifieker, gerichter maken. Mm-hmm. Maar dan worden vanzelf je patiëntengroepen eigenlijk kleiner. En moet je de ontwikkeling van dat middel in een kleinere patiëntengroep terugverdienen. Dus dat zien we de laatste jaren. Ja. Zien we die prijzen van die geneesmiddelen best wel toenemen. Mm. En dat vind ik een interessant vraagstuk nog wel. Van hoe we daar nou mee omgaan als samenleving. Ja, maar als je het concreter wil maken. Nu horen we, alle 60-plussers moeten een boostershot krijgen. Ja. Denk je dat het virus echt denkt, dat is een 59-jarige, dat is een 60-jarige? We weten gewoon dat sommige 50-jarigen hebben ook een boostershot nodig en sommige 70-jarigen hebben geen boostershot nodig. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen, er is zo'n veld te winnen. En het gaat niet alleen maar over een geneesmiddel voor 1 persoon. Er is ook een veld te winnen als we nu kijken naar de vaccinaties. Van, ja. Kunnen we dat preciezer gaan doen? Van die grove categorieën, ook soms arbitraire categorieën af. En veel meer kijken naar de specifieke mensen die dat dan nodig hebben. Het wordt nu al een klein beetje gedaan. We kijken hoeveel antistoffen je maakt na je vaccinatie. Dat zouden we eigenlijk heel grootschalig moeten doen. Omdat je daarmee ook na 3 weken kan zeggen, jij maakt nog steeds goede antistoffen, jij niet meer. Jij moet wel die boostershot krijgen, jij niet. En dat soort stappen, ik denk dat we daar heel dichtbij zijn. En daar denk ik van dat iedereen zegt, ja, als ik dat wist, dat zou ons echt helpen. En dan kunnen we ook dan zou je zelfs die vaccins ook kunnen zeggen, we hebben ze niet voor iedereen nodig, we hebben ze alleen maar voor die groep nodig. En ik denk, ja, daar zie ik wel een grote toekomst voor preciezere medicines. Suzanne, jij gaf net aan, hè? Ik hou me heel erg bezig met de toegang tot goede zorg en de juiste zorg. Hè? Je benoemde eigenlijk ook nog, het is niet alleen is er zorg, maar ook nog is het de zorg die nodig is voor die persoon. Maak jij je ook zorgen om dit meer financiële kant van het verhaal? Dat het misschien toegankelijk wordt in de medische zin, maar niet in de financiële? Nou, eigenlijk helemaal niet. Maar dat komt omdat ik hem van de hele andere kant benader. Mm-hmm. En dat is namelijk door meer op het systeemniveau te kijken. Kijk, we zitten natuurlijk met een zorgsysteem waar de rek al uit is. Hè, waar we al te veel kosten hebben. Maar waarom hebben we te veel kosten? Dus, een van die dingen is dat we zorgen natuurlijk. We gaan pas kijken als mensen ziek zijn en dan gaan we ze behandelen. Als we ook weten wat onder andere hiermee kan, vroegdetectie, dan kunnen we dus ook in een veel vroeger stadium gaan behandelen. Wanneer, als je bijvoorbeeld kanker als voorbeeld neemt, nog te behandelen is. Want in een vergevorderd stadium is het niet meer te behandelen. En in een vergevorderd stadium is het ontzettend duur. Dus hoe eerder je bij bent, hoe eenvoudiger de procedures worden, maar ook hoe meer kosten je bespaart. Dus je bespaart eigenlijk kosten. Ja. Dus dat is natuurlijk de grote verandering die dit teweeg brengt, is dat we naar in plaats van sick care, naar healthcare gaan. En in dit is natuurlijk waar we nu over praten, de traditionele discussie van waar staan we nu en dit is meer kosten. Maar als je kijkt van dit gaat natuurlijk het hele systeem veranderen.
Maar als het systeem, als we niet allemaal natuurlijk dit gaan implementeren en opnemen, kijk, dan ga je dit toevoegen aan het systeem waar we nu zitten. En dan wordt het wel een ongelijkheid. Ja, en daar komt natuurlijk de need voor samenwerking. Ja. Dat we met alle stakeholders in de zorg, of in ieder geval de relevante partijen met een bepaalde case, bij elkaar krijgen. En kijken van, oké, weet je, dit is een nieuw plaatje. Wat willen we samen bereiken? Hoe gaan we dat dan doen? Wat zijn de kosten? En dan ga je ook op basis daarvan een heel nieuw model vormgeven. Ja. Eline, en wat vind jij hiervan? Is dit een vanuit het systemisch denken, haalt dat jouw zorgen weg of niet? Niet helemaal. Ik vind het wel leuk. Ik vind het er spreekt een hoop optimisme hier. Hè? Mm-hmm. Dus dat is goed. Maar nu hebben we het eigenlijk over preventief inzetten bijna van deze technologie. Dus dat betekent eigenlijk, en dat is een bredere ontwikkeling gaan, naar dat we steeds meer monitoren, steeds meer meten, steeds meer te weten willen komen over allerlei. De meet- en weet-samenleving. Meet- en weet-samenleving. Ja. En dan roept weer allerlei nieuwe vragen op. Ik weet niet of dat kostenbesparend werkt, maar dat is natuurlijk wel altijd een beetje de belofte. Maar dat moeten we dan nog zien. Maar ik ben ook altijd benieuwd naar wat doet dat nou met mensen. Dus dat hele meten en weten. En bijvoorbeeld, ik heb een buurman. En die was ook altijd een van de eerste die met al deze nieuwe technologie begon. Die had zich dus bij allerlei genetische testbedrijfjes had zich meteen laten testen. En die ging zijn slaap monitoren en die ging sporten. En met zijn smartwatch ging die dan dat zijn sportactiviteiten op de dingen die hij aan het meten was in zijn lichaam reageren. En als ik hem nu tegenkom en vraag hoe gaat het, dan kijkt hij naar zijn horloge. Want daar heeft hij een grafiekje. Zijn horloge vertelt hem hoe het met hem gaat. Over, ja, zijn vitale functies over de afgelopen dagen. En zijn horloge vertelt hem inderdaad hoe het met hem gaat. Ja. Nou, dat vind ik wel een interessante. Ja, zeg maar, biologische opvatting van hoe het met je is. Dan ben je dus, en heb je een soort van digitale tweeling, wordt dat wel eens genoemd. Een soort digital twin. Mm-hmm. En de gezondheid van die digitale tweeling wordt dan een beetje zo datgene waar je geïnteresseerd in bent, waar je op stuurt. Ja. En als je eigenlijk wil weten hoe het met je gaat, dan kijk je dus niet meer naar binnen, maar kijk je naar de metingen. Ja. Dat is natuurlijk een heel, nou ja, heeft wel gevolgen voor hoe we naar onszelf kijken, hoe we naar de mens kijken. Ja. Ja. Leuk. Ik heb twee vragen uit de zaal. Eentje is een vraag van André. Er staat niet bij aan wie die gericht is. Dus ik ga jullie straks even in de ogen kijken wie van jullie het antwoord gaat geven. Maar er staat, een titerbepaling is bij bijvoorbeeld hepatitis erg gebruikelijk. Wat zou het effect zijn voor bijvoorbeeld coronavaccinaties? Ja, daar wordt gekeken of het vaccin wat je dan toegekregen krijgt voor hepatitis, of dat echt aanslaat. En dan wordt er gekeken of jij genoeg antilichamen aanmaakt. Nou, dat is heel goed dat dat gedaan wordt. En dat zou eigenlijk voor corona ook gedaan moeten worden. Om te kijken hoe snel. En dat zie je met het. Janssen-vaccin. Dat iedereen dacht: oh, ik heb hem gehad. Morgen kan ik gaan dansen. Ja. Eigenlijk zou je willen dat de titers continu worden gemeten van mensen. En dat is dus hoeveel antilichamen je aanmaakt tegen het virus. Nu wordt er geroepen, goh, het kan best wel zijn dat we nu allemaal iets minder aan het aanmaken zijn dan voorheen. Dus laten we allemaal maar een boostershot krijgen. Nou ja, in het algemeen weten we dat het bij iedereen omlaag gaat. Maar we weten ook dat het bij individuen maanden zo kan blijven. En we weten dat het bij individuen zo kan gaan. En dat kan in principe gemeten worden. En dat wordt bij hepatitis, ja, daar mag je, als je dat krijgt, mag je pas weer echt met patiënten omgaan, want meestal krijgen dokters deze vaccinatie. Mag je pas met patiënten omgaan als je bewezen hebt dat je genoeg antilichamen maakt. Nou ja, dat zou hier lastig zijn, maar hier zou je ook kunnen zeggen, nou, je mag pas deze zaal inkomen als we net gemeten hebben dat je nog hoog genoeg titer maakt tegen het vaccin. Dus dat is de testsamenleving in het kwadraat, zo'n beetje. Ja, toch? Ja. Weet je wel. Ja. We gaan. Het valt me op dat we. Het valt best wel het woord willen. We willen meer weten. We willen alles kunnen testen. Ik ben benieuwd of dat nou echt zo is. Willen we dat nou eigenlijk echt? En daarvoor gaan we eerst even naar een fragment kijken. Waarin internist en verouderingsonderzoeker Andrea Meijer aan het woord komt. En zij blikt eigenlijk vooruit op de manier waarop deze kennis over de eiwitten kan bijdragen aan het uitstellen of zelfs terugdraaien van ouderdom en ouderdomsziekte. Thank you.
eiwitten spelen een heel belangrijke rol in het lichaam. Eigenlijk zijn we in één soort eiwitblok. En eiwitten zorgen ervoor dat er functies zijn in het lichaam die kunnen gebeuren. En nou, als je het over functionerend lichaam hebt, dan heb je het dus ook over veroudering. En we hebben heel veel ziektes die wij kennen. Bijvoorbeeld Alzheimer of Parkinson of arteriosclerose. Of de narigheid die sommige diabetes krijgen, mensen met suikerziekte. Het zijn allemaal dingen die gebeuren door eiwitveranderingen. Het zijn eiwitziektes. Of wij echt causaal weten, oorzakelijk verband, dat door eiwitten deze ziektes voorkomen. Dus ja, veroudering ligt de grondslag van heel veel van deze ziektes en afwijkingen. Dus veroudering is ook absoluut een eiwitprobleem. En eigenlijk pakken we nu de gevolgen aan en niet de oorzaak. Het is te laat. Dus als ik een patiënt zie, dan is die schade al zo ver dat ik met de huidige geneeskundige middelen meestal alleen maar het in de gaten kan houden of kan ervoor zorgen dat het niet verder doorgaat. Dus het is bijna komt bijna nooit voor om iemand met hartfalen om die weer te genezen. Het komt bijna niet voor dat als iemand suikerziekte heeft, om die helemaal te genezen. Terwijl het wel kan overigens in een vroeg stadium. En wat doen jullie dan? We werken eraan om de ziektes die door veroudering komen, om die uit te stellen. Dat betekent dat we veroudering aanpakken als ziekte. Om de schade die optreedt in de loop der seconden, minuten, der jaren, om die veel, veel minder te laten zijn. Of dan wel het hele proces terug te draaien, zodat je die schade niet oploopt en dus ook geen ziektes krijgt. Ja, dus we hebben het al over de testsamenleving gehad. We hebben het over gepersonaliseerde medicatie gehad. En nu komt er zelfs ook nog de optie bij kijken dat we wellicht ons verouderingsproces kunnen terugdraaien, of in ieder geval die verouderingsziektes te vroeg af kunnen zijn. Zit er een grens aan hoeveel we moeten willen hierin, wat jullie betreft? Dat lijkt me een betere vraag voor jou. Ja, maar ik ga er ook zeker zo benieuwd aan. Ja. Ik ben wel benieuwd wat jij zegt. Ja, ik vind het heel grappig dat Andrea Meijer zegt, veroudering is een eiwitziekte. Hm. Veroudering is eigenlijk natuurlijk een natuurlijk proces. Iets wat alles overkomt in de natuur. Ja. En het is wel een hele diepe menselijke behoefte natuurlijk om daar iets aan te doen, om ons daartegen te verzetten. Volgens mij was het 2000 jaar geleden al het geval dat mensen op zoek waren naar de bron van eeuwige jeugd. En het is ook wel interessant wat je de laatste jaren ziet. Er worden experimenten gedaan, ook met dieren, waarin op een spectaculaire wijze ook tekenen van veroudering die je ook aan de buitenkant aan zo'n muisje bijvoorbeeld ziet, dat die weer teruggebracht worden, toch op zich in relatieve gezondheid en er weer jong uit gaan zien. Ik denk dat wij misschien de meeste van ons daar eventueel wel interesse in zouden hebben. Ja. Als dat zou kunnen. Maar en zit er wat jou betreft een grens? Gaat dit te ver? Nou, we hebben natuurlijk, ja, als we het hebben over toepassingen van dit soort technologie, dan hebben we het eigenlijk vooral gehad over het behandelen van ziekte. En dat kan dan echt beter. Ja. En je zegt, veroudering is geen ziekte. Wat Andrea Meijer wel stelt. Nou, maar je kunt dat veroudering ook zien als een serie eiwitproblemen. Waar ook een serie misschien eiwitoplossingen gevonden voor kunnen worden. Maar ja, ik weet, ja, er zit natuurlijk wel een probleem in dat streven ergens. Want het gaat ons natuurlijk nooit volledig lukken. Ja. Dat kan. Ja, echt hard wil je hem niet zeggen, maar ik hoor hem toch wel. Er zit toch wel een soort grens bij jou. En bij jou, Albert? Ja, kijk, ik bekijk het juist van de andere kant. Hè. Ik zeg, nou ja, dat is nou juist wel leuk. Kan ik bedenken waarom het niet zou kunnen lukken? En dan kijk ik, als ik zie hoe al die machientjes werken en ik weet precies hoe ze perfect werken. Ja, als dat maar zo blijft, waarom zou je dan verouderen? Maar het is inderdaad zoals je zegt, het is slijtage op dit moment. Je gebruikt die machientjes zoveel en op een gegeven moment komen er defecten, ook in je DNA, ook in je eiwitten. En het is weer net hetzelfde, ik gebruik het vaak, maar een auto die slijt ook. En op een gegeven moment is het niet meer goed, dan kan je beter een nieuwe kopen dan hem nog gaan repareren. Ja.
Maar het zijn in mijn, zeg maar, met mijn oogkleppen op, zijn het gewoon allemaal biochemische machientjes die aan het doen zijn wat ze moeten doen. Dus ja, als je dat maar kan blijven doen, dan hoeft iets niet te verouderen. En dus op theoretisch kan ik eigenlijk, durf ik haast te zeggen, ja, ik kan geen reden bedenken waarom het niet zou kunnen. Dat wil niet zeggen dat we het moeten willen. En dat wil niet zeggen dat het morgen gebeurt. Dat is nog gevaarlijker om dat te zeggen. Maar als je begrijpt hoe deze wereld in elkaar zit, dan denk je van, ja, ik weet ook waarom het op een gegeven moment niet meer zo goed gaat. Ook cellen zelf. Hè, ons lichaam, dat vergeten we misschien ook. Heel veel van onze cellen, die leven maar een paar dagen en dan komt er weer een nieuwe cel voor terug. Dus ja, je hele dunne darm, die heeft een levensduur van 4 dagen. Dan heb je weer een nieuwe dunne darm. Dus daar ben je zelf al mee bezig. Dat doet je lichaam al. Ja. Nou, op een gegeven moment gaat dat niet meer zo goed. En dan kan je misschien zeggen, goh, kan ik zelf iets doen waardoor ik toch weer nieuwe cellen ga maken of zo. Ja. Dus, ja, maar zeg je nou eigenlijk van, omdat het kan of omdat het mogelijk kan, zet ik me in voor het werk dat ik doe? Want je bent met je werk heel nadrukkelijk hiermee bezig. Hoe kan je vanuit bloed, vanuit urine, hoe kan je dat in kaart brengen? Daarom ga ik ervoor, maar niet per se omdat ik vind dat het moet gebeuren. Mijn grote drijfveer is gewoon dat ik alles wil begrijpen. Echte wetenschapper. Ja, en ik vind wel, en daarom zit ik ook graag aan deze tafel, ik wil dat ik moet kunnen zeggen van, nou, misschien kan dit wel. En dus moeten we over maatschappij, als maatschappij gaan nadenken van, ja, wat willen we? Wat moeten we toestaan? Wat moeten we stimuleren? Wat moeten we niet stimuleren? Ja, en er zitten. Ik ben heel groot voorstander van wel elke dag bij iemand een druppeltje bloed afnemen om te kijken hoe het gaat, omdat je daar heel veel mee kan voorkomen. Maar daar zitten ook allerlei ethische dilemma's aan. We hebben dat zelf meegemaakt, dat wij gewoon uit een pool kregen wij samples. Ja, en toen op een gegeven moment viel ons heel duidelijk op. Konden we zeggen, goh, donor X, we weten niet wie het is, maar ze is zwanger. Nou, dan kwam naar ons terug, ja, dat mogen jullie helemaal niet weten. Ja, ik zei, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Mijn apparaat vertelt dat. En dus heel. So much for privacy. Ja, ja. En dat is denk ik ook de grote vraag. Wij leren heel veel om van iedereen maar data te krijgen. Maar op een gegeven moment moet je, en dat is met DNA natuurlijk al zo, als je DNA's kent, dan kan je vertellen dat het van jou komt of van jou komt. En op een gegeven moment moet je ook gaan nadenken, ja, hoe zit dat dan met die eiwitten? Als je dat kan meten, kan je misschien ook wel achterhalen waar het bij wie dat hoort. Tot nu toe is dat allemaal geanonimiseerd. En dan moeten wij ook echt ondertekenen dat we dat zo doen. Maar je begint ook steeds meer te denken dat je daar misschien ook wel dit soort informatie uit kan halen. En ja, ik vind dat je als wetenschap alleen maar moet vertellen wat er kan en hoe dat kan. En dat je als maatschappij moet gaan nadenken van, ja, hoe willen we dat in goede banen leiden? Ja. Nou goed, ik zie jou wel als onderdeel van de maatschappij ook. Maar daarom vroeg ik hier even naar. Maar ik ga nog even naar Suzanne. Want, ja, het gaat me gewoon niet lukken. 2 wetenschappers hier aan tafel. Zachte grenzen worden er benoemd, maar goed. Maar Suzanne, ik ben benieuwd. Want jij bent echt wel on a mission. Hè? Je bent eigenlijk al jarenlang bezig om de toegang tot die gezondheidszorg beter te maken. En om juist gebruik te maken van technologie. Om daar verder in te komen. Zit er bij jou een grens dat je denkt, verder dan dit in het meten, het weten, het kneden, het maakbaar maken, moeten we niet willen gaan? Het leuke van al deze vragen die eigenlijk waar we nu ook naar kijken is, er zitten zoveel dimensies achter en zoveel verschillende perspectieven om daarop te antwoorden. Zoals we net natuurlijk ook al een paar hebben gehoord. Ik denk dat het een ontzettend mooi streven is om te proberen zoveel mogelijk mensen gezond ouder te laten worden. Ik denk dat er een verschil is tussen aging, ouder worden, en aging met ziekte. Ze zijn niet per definitie dezelfde. En als we heel veel leed kunnen besparen door inzet van kennis die momenteel beschikbaar is, of in de nabije toekomst van wetenschap waar nu heel hard aan gewerkt wordt, dan denk ik dat ontzettend veel waarde heeft. Levens te redden, maar ook heel veel lijden te voorkomen binnen families. Een ander aspect is ook dat deze discussie me doet denken aan de discussie die we jaren geleden hadden over de designer baby. Toen we natuurlijk met DNA begonnen. Van, willen we dat wel? Dat we dingen gaan veranderen in het DNA? Maar ook daar, en dat is, zie je binnen de ethiek denk ik ook heel erg veel. Het is niet black of white. Hè? Je hebt heel veel gray, heel veel shades of gray. En in deze ontwikkeling met wetenschap ook, het is niet dat als we nu zeggen,
we doen onderzoek naar aging, dat we morgen kunnen zorgen dat mensen 200 jaar oud worden. Dat is natuurlijk, het lichaam heeft zoveel. Je doet onderzoek naar aging in het brein of in het hart of daar. Dus daar zit ontzettend veel tijd, gaat eraan vooraf, om elke keer weer een proces wat beter te leren begrijpen. Ja. Maar we hebben nu wel AI, hè, die we inzetten. Die versnelt de boel. Dus dat gaat sneller. Dus dan kunnen we in een jaar doen wat anders 10 jaar kost. Maar dat is dus een heel proces. En dat brengt me ook weer bij het volgende punt. Dat natuurlijk kennis over aging ook weer ingezet wordt om onze kennis over ziektes beter te helpen begrijpen. Dus het is echt science. En dat brengt me dan weer bij mijn laatste punt. Ik denk dat het onethisch is om science te stoppen, zeg maar. Dus als we met science iets kunnen onderzoeken, dan wil ik ook graag de stelling inbrengen, hoe ethisch zou het zijn om het te zeggen, niet te doen. We willen daar niet verder in gaan. Ja. Kijk toch even jouw kant op. Nou ja, kijk, het is precies zoals je zegt. Het is, er zijn heel veel aspecten hieraan. Nee, maar ik wil even op die laatste. Want is het onethisch om te zeggen, nee, we stoppen met het verder zoeken en het verder maakbaar maken van onszelf, eigenlijk als mensheid? Nee, ik denk dat we juist die vragen moeten gaan stellen. En er zijn veel meer vragen van, om het dichter bij huis te brengen, kunnen we dit virus waar we nu mee zitten, kunnen we dat veel schadelijker maken? Maar de vraag is volgens mij ook helemaal niet of je dit soort onderzoek of dit soort wetenschappelijke ontwikkelingen zou willen stoppen. Maar de vraag is meer een beetje, hoe ga je ze gebruiken? Ja. Hoe ga je ze inzetten? Waar gaan we ze voor gebruiken? Om met de consequenties, ja. Want bijvoorbeeld Alzheimer, ziekte van Alzheimer, is waarschijnlijk ook een eiwitziekte. Maar daar hebben we bijvoorbeeld, ondanks dat we daar al tientallen jaren mee bezig zijn, hebben we nog steeds geen oplossing voor. Nee. En er zit ook natuurlijk, dat verhaal vond ik leuk wat jij vertelde over wat zit er eigenlijk allemaal in aan informatie in die eiwitten. Dat hebben we met de genetica gezien, maar dat zien we waarschijnlijk met het proteoom straks ook. Ja. Er zit ook informatie in waar we bijvoorbeeld niet zoveel aan hebben of die we eigenlijk niet willen horen. Hmm. Of die misschien niet goed is voor ons om te weten. Ja, dus het is wel een beetje de vraag van, wat halen we er nou uit? Ik vind het moeilijk in de discussie een beetje. Het is ook niet zo dat kijk, er komt nooit. Je weet ook, dat weten we nu ook, ieder mens is echt heel verschillend. En dus denken dat we iedereen kunnen genezen, mm-hmm, blijkt gewoon niet de waarheid. En kijk, je kan ook zeggen, je kan pech hebben dat je oud wordt of niet oud wordt. Je kan pech hebben of een ziekte jou overvalt of niet. Bij sommigen is de kanker wel te overleven, bij anderen niet. Dat is ook een soort oneerlijkheid waar we niks aan kunnen doen. Ja. En ik denk wel dat we beter moeten gaan kijken van, en daar ben ik helemaal voor, kunnen we het welzijn van ons leven beter maken. Dat vind ik belangrijker dan kunnen we ons leven nog wat langer maken. Ja. En daar is volgens mij wel heel veel te winnen. Ja. Oké, ik doe een afsluitend rondje. Ik ben vooral heel benieuwd, over welke termijn hebben we het nou? Wat is jullie schatting? Over hoeveel jaar gaat deze eiwitrevolutie die we nu hebben besproken, gaan wij echt allemaal meemaken? Gaan we ervaren, gaan we voelen, gaan we terugzien in de samenleving dat er echt een verschil wordt gemaakt? Is dat nu al? Is dat over een paar jaar? Ik ben heel benieuwd. Ik ga jullie alle drie even langs. Wat is jouw schatting? Nou, het gebeurt al. Kijk, als ja, ik maar al wat er voor deze revolutie plaatsvond. Nou ja, kijk, ik kom steeds terug op corona, omdat iedereen daaraan kan relateren. Ja. En ik zei, als corona ons 5-6 jaar geleden gebeurd was, dan hadden we nu geen vaccin gehad. Nee. Dat is allemaal heel snel gegaan met de kennis van wat voor eiwitten gemaakt moest worden, hoe dat vaccin het beste gemaakt kon worden. Dat is een revolutie. En voor het hele veld, het vaccin zoals dat nu gemaakt is, is revolutionair. Eigenlijk zeg je, we ervaren de revolutie op dit moment. Continu. En niet alleen met dit voorbeeld, ook met geneesmiddelen, de monoclonale antilichamen. Er gebeurt al heel veel. Het einddoel van dat we alles kunnen genezen, dat is ook nog steeds even ver weg. Maar er gebeurt al wel heel veel. Oké. Suzanne? Ik sluit me sowieso bij aan dat het nu natuurlijk al gebeurt. Maar ook het punt, de implementatie
in de grootschalige implementatie voor toegang voor patiënten wereldwijd. Want de ontdekking is natuurlijk één, zoals ik al eerder aangaf. Maar daarnaast is het van, ja, hoe kunnen we het toegankelijk maken? Nou, als je het voorbeeld neemt van het gebruik van de kennis over DNA, uitgevonden in 2003. Momenteel zijn ziekenhuizen nu nog niet in staat om elke kankerpatiënt bijvoorbeeld toegang te geven tot sequencing. Dus we zijn al 20 jaar bezig. Ja. Dus ik zou zeggen, voordat we het echt gaan merken, we zitten nu in de, als je de innovation curve hebt, en zitten we met de early adopters. Dus ik gok toch wel op 6 tot 10 jaar voordat we echt gaan zien dat dit op wat grotere schaal geïmplementeerd gaat worden. Maar we zijn er nu natuurlijk al bovenop. Ja. Dankjewel. Neline, wat denk jij? Nou, ik denk dat als we het over medicijnen hebben, eiwitgebaseerde medicijnen, daar zitten we inderdaad, we zitten er al middenin. Dat hebben we met gentherapie gezien. Er komen de komende jaren een heleboel nieuwe middelen aan, die dus heel duur gaan zijn. Want dat is wel een beetje natuurlijk wel een van de problemen met al deze nieuwe technologie. En daar denk ik dat we als samenleving wel nodig een gesprek over moeten hebben. Hoe we dat met elkaar gaan bekostigen. En dat is wel, denk ik, wel een van de grote problemen. Maar de medische voordelen zijn zeker daar. Ja. Ja. Maar eigenlijk zeg je, we moeten het financieel wel mogelijk maken dat we ook daadwerkelijk het gaan ervaren. Want anders maken alleen maar hele rijke mensen kunnen er dan gebruik van maken. Ja, en ik denk ook dat we heel goed moeten nagaan denken, hoe gaan we dit buiten de klinische zorg, maar dus inderdaad in die preventieve context, gaan we dit nou allemaal doen? Wij, gezonde bevolking in Nederland, gaan we over op dit meten? Ja, het heeft heel veel voordelen voor ons, maar het gaat ons ook wel een beetje veranderen, denk ik. Goed. Dank jullie wel. We ronden af. Dank voor het kijken. Dank ook voor de vragen die zijn ingezonden. De aankomende Tegenlicht is deze zondag 7 november 9:55 op NPO 2. En heet De Digimens. Dus we gaan eigenlijk, wat dat betreft is het echt een goede follow-up voor dit gesprek. En we hopen jullie dan ook volgende week hier in Pakhuis terug te zien op 10 november voor de meetup. Tot dan.